dat je zorgt dat je niet heel erg dubbel zit, want het zit natuurlijk voor jou ook niet lekker. En vandaag heb ik voor jullie weer 5 nieuwe lifehacks. En een tijdje geleden heb ik ook al lifehacks gedaan. Maar ik heb er weer 5 nieuwe bedacht. En ook weer 5 hele handige. Dus als je wil weten welke dat zijn, blijf dan zeker kijken. Lifehack 1. Nou, wat je voor de eerste lifehack nodig hebt, is eigenlijk gewoon een sok. En ik zal je uitleggen waarom je een sok nodig hebt. Dat is namelijk zo. Als je een zadel hebt, dan kan het zijn dat je beugel beschadiging op je zadel aanbrengt. En aangezien een zadel best wel duur is, is dat zonde. En sommige zadels die hebben ook dat de beugel zeg maar niet hierboven het tweede blad zit, maar hier eronder. Dus dat het hier niet beschadigt. Dat is natuurlijk heel erg handig. Maar de meeste zadels hebben het gewoon zo. En wat je nou kan doen om te voorkomen dat je beugel het zadel beschadigt, als je hem in je kast hangt of als je hem zeg maar ergens langs heen hangt, is door een sok. Nou, je zit er omheen en dan kun je hem dus gewoon opsteken. Zo. En nou beschadigt hij dus niet hier in je zadel. En je kunt natuurlijk ook ervoor kiezen om een leukere sok te nemen. Dus dit is gewoon een beetje een standaard sok die we thuis hadden liggen nog, die niet meer echt heel erg gebruikt wordt. Maar je kunt ook kleine kleurtjes doen eventueel. En dan moet je even kijken wat je zelf wil. Lifehack 2. Nou, de tweede lifehack is een beetje apart. Maar wel super handig. En ik heb hier een bandage. Een knalroze bandage. Ik heb namelijk ooit een keertje voor Mojito roze bandages gekocht. Ik heb namelijk ook een roze dekje. En toen vond ik het nog heel erg leuk. Nu heb ik zoiets. Waarom heb ik ooit, ten eerste ooit bandages gekocht. En ten tweede waarom geen witte of zwarte of grijze. Maar knalroze. Want daar kun je toch niet heel veel mee. Maar goed. De bandage dus. Die is heel erg handig dat... Als jij een keer je chaps vergeten bent, en dat overkomt mij zo ontzettend vaak dat ik mijn chaps mee vergeten ben, de meneesje te nemen, dan moet ik dus even mijn moeder bellen van, mam, wil je mijn chaps brengen? Maar dat ik mijn chaps vergeet, dat gebeurt zo vaak. En wat dan heel handig is, is als je eventjes niks bij de hand hebt of je kan even niet snel uit je chaps komen, om dan een bandage te pakken en deze om je been heen te wikkelen. En ik zal het zo meteen laten zien. Nou is roze natuurlijk niet de perfecte kleur, maar vaak hebben ze op je beneesje wel ergens zwart liggen. Of misschien heb jij wel zwart of zo, of een donkere kleur. Maar ik stel ze zijn gewoon te gebruiken. En dan is het de bedoeling dat je ze dus stevig om je benen heen bindt. En ook hier om het randje, want het gaat dus juist hier om dat je niet hiermee in je beugel kan blijven hangen als je valt. En dat je ze stevig om je benen heen bindt, dus dat ze ook stevigheid bieden. Ik zal het even een beetje doen. Ik moet zeggen dat ik deze hack zelf niet heel erg vaak gebruik. Maar ik heb wel eens andere erover gehoord dat die ontzettend handig is. Ja, dus dan denk ik ook wel belangrijk dat je zorgt dat je niet heel erg dubbel zit. Want het zit natuurlijk voor jou ook niet lekker. Ja, je chap zit ongeveer tot iets onder je knie, denk ik. Is die niet helemaal goed opgerold? Ja. Ik steek hem ervan even in de handen. Zo. Hij zit hier niet zo heel mooi. Maar van hier kun je dus wel een beetje het idee zien. Ik moet zeggen dat als ik loop, dat het inderdaad wel stevig voelt. En het is natuurlijk netter als je mooi geleidelijk omhoog doet. Maar het gaat dan wat het werkt. En dan heb ik roze chaps. Voor de volgende lifehack heb ik even wat borstels gepakt. En wat namelijk heel erg handig is, is dat je de ene borstel voor een andere borstel als schoonmaak kan gebruiken. En dat werkt dan zo. Ik leg eerst even de hoevenkrabber op de grond. Als je namelijk een harde of een zachte of in ieder geval een borstel met zulke haartjes hebt, dan is het heel gemakkelijk om met zo'n plastic rosborstel die haren er zo uit te kammen. Vanaf de bovenkant trek je die haren er dan dus een beetje uit. Nou, dan moet je eventjes gewoon doorkammen en dan heb je het ergste er allemaal wel uit. Alleen je kunt moeilijk met een andere rosborstel die haren hier uit gaan halen en om daar heel met je vinger tussen te gaan is niet zo handig. En daarvoor heb ik dus de hoevenkrabber. En de hoevenkrabber die kun je dus weer heel gemakkelijk gebruiken
om zo tussen al die haartjes, je kunt het in de gleufjes, kun je er makkelijk tussen. Kijk, je trekt zo, hop, al die haren eruit. Maar je kunt ook gewoon hier tussendoor brengen. En dan pak je ook heel veel haren mee. Dus zo is een hoevenkrabber dus niet alleen handig om de hoeven uit te krabben, maar ook hier, zo, daar komen mijn haren omhoog. Maar ook hiervoor. En zoals ik in de volgende live, vorige live video had gezegd, ook om dus stroeve stukjes van je hoofdstel los te maken. Een andere hele handige lifehack is, en dit is trouwens lifehack nummer 4, is met een strootouwtje. En jullie zitten vast aan denken, wat kun je nou met een strootouwtje doen? Behalve dat het om stro heen gewonden zit, als het een pakket is. Maar je kunt er dus eigenlijk best wel veel dingen mee doen. En een van die dingen is dat je het kan gebruiken als zweetmes. En het is heel handig als je even geen zweetmes bij de hand hebt. Of als je geen geld of geen zin hebt om een zweetmes te kopen. Dan kun je gewoon een strootouwtje gebruiken. En als je je paard eventueel in de zomer hebt afgespoten, dan kun je die strak trekken en dan zo over zijn huid heen halen. En dan neem je dus al het water mee. En nog een handige tip, want ik ging net namelijk dit strootouwtje pakken. Alleen deze die zat vastgebonden aan een hele lange eventjes. En ik ging het dus proberen om ze uit elkaar te trekken. Maar dit is echt zo stevig draad. Ik heb het letterlijk in mijn vinger gesneden. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar er is echt een sneetje gekomen. Dus het is zeker heel stevig. En daardoor is het dus ook onder andere te gebruiken als bokkenriempje. En een bokkenriempje is eigenlijk een riempje dat zo aan de voorkant van je zadel zit. Bij de voorboom. En die kun je er dus dubbel zo omheen doen. En dan is dat wat stevigheid voor ruiters die wat angstig zijn. Of voor eventueel, als je op een paard zit die heel erg bokt, dat is toch nog even een stevigheidje. Dus daarvoor kun je het ook gebruiken. Nou, de vijfde en laatste lifehack, dat is iets in de stal. En dat is namelijk zo wat wij hier op stal normaal altijd doen. En wat heel erg handig is, is als je een keertje een dagje wat makkelijker de stal uit wil mesten. En dan is het sowieso ook handig om je stal schoon te houden. Is om de mest naar achteren in de hoeken te doen. En wat wij hier ook dus op de manege hebben, is waar we vaak zo'n gleufje laten over aan de achterkant. Want een aantal paarden hier zijn ook zindelijk. Dus die mesten echt alleen achterin. En dat is natuurlijk super handig met uitmesten. Dan hoef je één keer in de 2-3 dagen echt de mest er goed uit te halen. En voor de rest kun je gewoon iedere dag hoef je maar alleen maar even recht te trekken. Dus dat is heel erg handig. Dus mocht je nou niet iedere dag tijd hebben om helemaal je stal zorgvuldig te doen, doe dan eventjes snel de mest in een hoek en trek het recht. En dat is heel erg handig. Nou, dit is alweer het einde van de video en dit waren weer 5 lifehacks. Ik hoop dat jullie ze leuk vonden en een beetje handig natuurlijk. En heb jij nou dat je een van deze dingen ook doet die ik net gedaan? Laat het dan even hieronder in de reacties weten. Of als jullie nog veel meer handige lifehacks hebben, laat het dan ook even hieronder in de reacties weten. Want dat vind ik leuk om te lezen. En vonden jullie deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil je nou de vorige lifehack video zien? Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!